De padvinstersgroep Gidsen Suriname heeft gisteren haar 70ste jaardag herdacht. Ze deed dat samen met de Boy Scouts Suriname en de Surinaamse padvinstersgilde in de zaal van de sportvereniging De Schakel. De jaardag is sober gevierd omdat de organisatie zich wilde focussen op de leden en hun familie. In de aanloop naar de grote dag is een leidster- en seniorendag georganiseerd. Daarbij zijn de padvinsters en hun familie in de bloemetjes gezet. Echter maakt de padvindersorganisatie zich evenals de andere padvindersgroepen zorgen om het voortbestaan van de padvinderij in Suriname, zegt een hoofdbestuurslid. Te midden van het feestgedruis worden jongeren opgeroepen zich aan te sluiten bij de vormingsorganisatie. Tegenwoordig hebben kinderen niet echt meer zoveel interesse in de padvinderij. Want de jeugd van nu, alles van ze draait om social media. Dus het zou wel leuk zijn als de padvinderij weer gaat bloeien. Dus ja, we roepen van hieruit de jongeren weer op. Tenminste de ouders, als ze de kinderen kunnen inschrijven op de padvinderij. En het draagt ook bij aan de vorming van de opvoeding van het kind. Maar wat moet eigenlijk dat kind binden om te komen? Hoe ziet het programma eruit? Wat voor leuks is er te doen? Nou, we doen een heleboel leuke activiteiten. We hebben verschillende activiteiten waarmee we bezig zijn. Zoals we houden speurtochten, we gaan naar het kamp met de kinderen. Daarnaast hebben we ook Maria Visitatie en nog een heleboel andere activiteiten waarmee we bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld, we houden ook kookdagen. De kinderen leren dan koken, we gaan dan inkopen met ze doen op de markt. En ze leren dan gerechten klaarmaken, we leren ze shoren, hiken, noem maar op, een heleboel dingen. Hoewel Gidsen Suriname zich zorgen maakt om de toekomst, vindt een ander hoofdbestuurslid nog steeds dat de padvinderij een blijvende, vormende organisatie in Suriname is. Ja, dat is het natuurlijk. Want als je dus ook nagaat in Suriname, de meeste potentiële dus burgers van Suriname hebben allemaal, haast allemaal in de padvinderij gezeten. En dan is het nou niet als het een man of een vrouw is, het maakt niet uit. De padvinderij helpt je vormen, toch je talenten laten we ontwikkelen in het kind. En als dat kind zo jong al ontdekt wat de talenten zijn en het ontwikkelt samen met de padvinderij en het gezin, dan heb je heel wat. Toch? Bijvoorbeeld, mag ik een voorbeeld noemen? Angina Davids. Zij had Suripop gewonnen, ik weet niet meer in welk jaar. Doordat we ook songfestivals organiseren, ontwikkelen we die kinderen hun talenten. We hebben een aantal. En de laatste Suripop-winnares, Lucenta, heeft ook in de padvinderij gezeten bij ons. Dus eerst bij ons begonnen en toen is ze naar de jongens gegaan. Gidsen Suriname streeft naar full membership bij de internationale padvindersorganisatie, de World Organization of Girls Guides and Girl Scouts. In november komt er een afvaardiging naar Suriname om na te gaan hoe ver de padvinsters zijn met het afwerken van het programma tot volledige lidmaatschap. Dit zal een hoogtepunt zijn voor de meisjespadvinderij in Suriname.